Ik ga nog iets proberen met de micro. We gaan over naar het zagen van een garagedeur. Veel garagepoorten zijn tegenwoordig geïsoleerd en zijn zo even geen door te openen voor ons. Het probleem is dat als er een brand achter de garagedeur is, dat wij die ineens zouden openen, dat die brand veel zuurstof zou krijgen en gevaarlijk zou kunnen zijn. Daarom beginnen we met een kleine driehoek van boven in de poort te zagen, waarna wij via met onze straalpijp de eerste koeling kunnen doen van de rookkasten, zodat de situatie minder gevaarlijk wordt bij het openen van de poort. Dus de Stijn gaat eerst in het bovenste element een kleine driehoek zagen. Als dat gedaan is, zou in theorie de rookkastkoeling gebeuren. En dan gaat hij zijn bier groot maken voor heel de poort om het doen voor de volledige uitrusting. Het is een rescuezaak. Een rescuezaak heeft het voordeel dat je door metaal kan zagen. Dat nadeel is dat er springen kleine braadjes weer. Daarom zou ik vragen om de mensen voldoende afstand te nemen voor geen verwondingen op te lopen. Zoals je ziet, Stijn is ook volledig in de vestkleding en draagt een stofmasker voor de gezondheid. Verder gaan zagen. Nu hebben we een zicht op de situatie en kan het gat ook vergroot worden.